Vanuit Halle is dit Victoria op 105.2 FM. Happy Music. Over dik 3 weken vieren we hier in Halle carnaval. Maar bij Johnny in de Poststraat is het nu al alle hens aan dek. Johnny zal tegen carnaval 5000 krotten moeten draaien. Een krot, dat is in feite een suikersnoepje. In het begin is dat een babbeluut, gelijk als een gewoon karamelsnoepje. En als die 2 maanden gerijpt heeft, wordt dat een krot. Maar dat is heel lekker, hè, natuurlijk, een krot. Ja, als Hallenaar moet je zitten opgebracht en grootgebracht met een krot. Hè. Dat is nou een krot, hè. Victoria, happy music. In de tuin van Steven staat heel veel rommel. Maar daar heeft hij een goede reden voor, want Steven doet aan upcycling. Oude spullen geeft hij een nieuw leven. Dat is hier mijn nieuwste creatie. Dat wordt een zitobject waar je ongeveer met 7 mensen kunt inzitten. Dat is gemaakt van oude trampolines. Het wordt een UFO. Het wordt in de vorm van een vliegende schotel eigenlijk. Door die cirkels van die trampolines is dat echt wel een leuke vorm. Maar om zijn UFO-zetel af te werken, heeft hij nog 1 ding nodig. Om nog de grote buitencirkel van de UFO te hebben, is ook nog een trampoline van 5 meter. En dan is ze af. Mensen met een trampoline mogen dus altijd binnen springen bij Steven. 100% happy music. Victoria. In het woonzorgcentrum van Pepingen zijn ze niet vies van nieuwe technologieën. Ivanneke, welke stad zijn we nu? Halle. Ja, in Halle, hè. Goed. Ja, in Halle. Nu gaan we richting de Zwarte Kat. Wie kent dat hier, een Zwarte Kat? Zwarte Poes. Maar ik heb nog niet geweest, hè. Nee. Ah, we zijn er binnen geweest, een man met 2 vrouwen, die moeten zo gerust. Als een man alleen binnen goed, dan is gevoelig. Je bougeert, je gaat met je achterwerk van links naar rechts. Voilà, dat was Neus van in Halle. Tot nostiki. Salut.